Vorig jaar heette ik vanaf deze plek de bezoekerswelkom van The Ring Live, het online open huis van de Ring van Putten. Dit jaar hadden we, een beetje aangepast, een echt gewoon open huis. Helaas kon daar niet iedereen bij aanwezig zijn. En speciaal voor hen en al die andere mensen die alles willen weten over de Ring van Putten, zenden we nu een samenvatting uit van The Ring Live. Heel veel kijkplezier. Mark, kun jij ons iets meer vertellen over wat voor school de Ring van Putten is? Ja, natuurlijk. Daarvoor loop ik even naar het scherm. Want die Ring van Putten, wat is dat nou eigenlijk voor een school? Wij zijn een school voor MAVO, HAVO en Atheneum. En als je bij ons in de brugklas komt, dan word je in één van deze drie brugklassen geplaatst. En dat is fijn, want dan heb je eigenlijk nog een jaar de tijd met ons om te kijken van wat is nou het niveau dat het best bij jou past. En dat is dan ook het niveau waar je in de tweede klas opgeplaatst wordt. Die vakken, welke krijg je nou eigenlijk in de brugklas? Ik denk dat je de meeste wel weet en je gaat ze nu ook allemaal hier zien. Denk aan Nederlands, Engels, nou, die weet je allemaal wel. Twee daarvan die zijn eigenlijk best wel bijzonder. Dat zijn programmeren en de talenturen. Maar daar komen we straks natuurlijk op terug. En dan zit je straks in de klas, je kijkt om je heen. Al je klasgenoten zitten bij je en dan weet je eigenlijk ook wel, iedereen is anders. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen talenten. En op de Ring van Putten kan jij kiezen waarin jij je wilt ontwikkelen. Misschien zijn er wel een aantal punten wat je gewoon lastig vindt. De een heeft moeite met topo, de ander met begrijpend lezen. En je kan zelf kiezen binnen het rooster, daar komen we straks op terug, waarin jij je wilt ontwikkelen. En die keuze hoef je natuurlijk niet alleen te maken, want dat is best wel lastig. Dat kan thuis met je ouders, als je het rooster bijvoorbeeld voor de volgende week gaat bepalen. Maar ook op school helpen we je daarbij. Want op school heb je namelijk een eigen coach. En die coach die gaat samen met jou kijken wat voor jou dus de beste keuzes zijn. En daar hebben wij een heel slim rooster op bedacht. En dat rooster bestaat eigenlijk uit 3 blokken van 80 minuten. En die blokken die staan vast. Die staan eigenlijk de hele week heb je in ieder geval die blokken les. Maar aan het begin en aan het einde van de dag kan jij zelf kiezen waar jij behoefte aan hebt. De een kiest voor een werkuur om zijn huiswerk te maken. De ander kiest voor een talentuur. Maar sommigen kiezen ook voor een vakuur. Nou goed, naast mij zit Indy. Indy zit bij ons in 4 MAVO. En je werkt inmiddels al 2 jaar met dit rooster. Ja, en, dat klopt. Wat kies jij zoal? Ik kies vaak een vakuur Engels, omdat ik daar moeite mee heb. Je krijgt dan meer uitleg over de grammatica of hoe je nou het beste kan leren. Dat heeft mij heel erg geholpen, want nu sta ik in plaats van een 6 een 8 gemiddeld. En dat is niet gelogen? Nee, zeker niet. Hartstikke goed. Hey, nou top dat het voor jou zo'n positieve vibe heeft gegeven. Nou goed, we gaan naar nog een voorbeeld van een rooster. Want wat belangrijk is om te weten, is dat je 3 keer in de week de dag start met je coach. En in dat uur, begeleidingsles, dan kom je eigenlijk alles te weten over het schoolleven op de Ring van Putten. Super fijn als je natuurlijk net gaat beginnen op zo'n nieuwe school. En even als voorbeeld, deze leerling heeft onderin bijvoorbeeld een talentuur popcore gekozen. Nou, een van die leuke talenturen die wij hier op school aanbieden. Dan is het natuurlijk onwijs leuk om naar zo'n nieuwe school te gaan, een nieuwe stap. Maar dat is natuurlijk ook best wel spannend. En daar heeft de Ring van Putten een eigen brugklasafdeling voor. En die brugklasafdeling heeft eigenlijk alles wat de grote school ook heeft. Een kleine school, dus in een grote school. En op deze manier kan je eigenlijk rustig wennen aan je nieuwe omgeving. En dat doe je dus met je leeftijdsgenoten en met je klasgenoten. En die leer je al voor de zomervakantie kennen. Dan leer je ook je eigen coach ook kennen. En we starten pas met de echte lessen, met het rooster wat jullie net gezien hebben, als jullie helemaal gewend zijn. Want die kennismakingsdagen na de zomervakantie zijn altijd hartstikke leuk natuurlijk. Maar vooral bedoeld om rustig te wennen aan je nieuwe school. En iedereen komt uiteindelijk echt wel op zijn plekje terecht. De Ring van Putten is al meer dan 45 jaar een begrip in Spijkenisse en omgeving. En dat betekent dat er heel veel mensen hier in de regio wonen en werken die bij ons op de Ring van Putten hebben gezeten. Het zijn allemaal mensen die in verschillende beroepen terecht zijn gekomen. En er is in die tijd veel veranderd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Bijvoorbeeld dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op hun volgende stappen, zodat ze altijd de juiste vervolgopleiding kiezen en dat ze in het beroep terechtkomen waar ze gelukkig in worden.
Die veranderende wereld, daar bereiden we jullie graag op voor. En hoe dat met de leerlingen van vroeger gegaan is, dat gaan we nu bekijken. De Ring, klaar voor jouw toekomst. Waar denk jij aan als je aan je toekomst denkt? Weet je al naar welke school je gaat? Of wat je later wil worden? Iedereen droomt van een mooie toekomst. Maar waarom zou je alleen dromen als je er nu al aan kunt werken? Sta je stevig in je schoenen? Hou jij van actie? En zorg je dat het veilig is op straat? Kan jij je goed inleven in anderen? En sta je klaar voor iedereen die dat nodig heeft? Op de Ring krijg jij je eigen coach om te ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je je doelen bereikt. Zo ben jij klaar voor jouw toekomst. Wil jij ook je droom waarmaken en je grenzen verleggen? Geloof dan in jezelf. En wie weet, ontdek jij de hele wereld? Of werk je straks in het stadhuis? En word jij de wethouder van je eigen woonplaats? Heb je later je eigen restaurant? En serveer je de heerlijkste gerechten? Of maak je van je hobby je beroep? Jij kunt het verschil maken. Wij helpen je om te weten te komen wat je belangrijk en leuk vindt. Jij kiest voor jouw toekomst waarin alles mogelijk is. De Ring, klaar voor jouw toekomst. Voor het zover is dat jij die overstap gaat maken naar de grote mensenwereld, start je natuurlijk in de brugklas van de Ring van Putten. En daar gaan we het nu over hebben. De overstap van de basisschool naar de brugklas. En daarom zitten hier aan tafel Tony Wellens, afdelingsleider van de brugklas. En Agnes Stouten, afdelingscoördinator van de brugklas. Welkom, fijn dat jullie daar vandaag iets over komen vertellen. We hoorden het net al, er zijn verschillende soorten brugklassen, Tony. Kun je nog even kort vertellen hoe dat in elkaar zit? Ja, dat klopt. Wij hebben drie soorten. Wij hebben twee mengklassen, een MAVO-HAVO-brugklas en een HAVO-VWO-brugklas en daarnaast een Atheneum-brugklas. Wij vinden het heel belangrijk dat wij mengklassen aanbieden, omdat wij zien dat kinderen soms nog even door moeten groeien. Er komen met een bepaald advies van de basisschool en dan gaan ze bij ons voor het eerst kennis maken met veel huiswerk, verschillende vakken. En dan zie je soms dat ze echt wel helemaal opbloeien en eigenlijk meer aan kunnen dan ze misschien vanuit de basisschool meegekregen hebben. En dus daar vinden we het wel heel belangrijk, onze mengklassen. Ja, en hoe zorg je ervoor dat leerlingen in de juiste brugklas terechtkomen? Eigenlijk is het zo dat we heel veel informatie van de basisschool krijgen. Wij krijgen een onderwijskundig rapport. En in dat onderwijskundig rapport staat onder andere het advies van de basisschool. Nou, dat is natuurlijk leidend. En naar aanleiding van al die informatie, ook bijvoorbeeld huiswerk, attitude, motivatie, plaatsen wij een kind in een van onze brugklassen. Dus de informatie van de brugklas is van de basisschool is heel belangrijk, vertel je voor de plaatsing in de brugklas. En als dat advies nou een puur HAVO-advies is, in welke brugklas komt de leerling dan terecht? Nou, er zijn heel veel basisscholen die wel bekend zijn met ons systeem. En die zetten bijvoorbeeld al in het onderwijskundig rapport een voorkeursplaatsing. Dan doen wij dat eigenlijk ook altijd. Als dat niet het geval is en wij kunnen niet uit het onderwijskundig rapport zelf een conclusie trekken, dan nemen wij eigenlijk altijd contact op met de basisschool en dan overleggen we. En dan leggen we onze twee soorten brugklassen uit en dan komen we er eigenlijk samen altijd uit. Ja, en nu hoor ik vaak dat kinderen vragen, kan ik bij mijn vriendje of bij mijn vriendinnetje in de klas geplaatst worden? Kan dat? Ja, zeker wel. Althans, als het niveau natuurlijk hetzelfde is van het vriendje en vriendinnetje. Op het aanmeldformulier kunnen ze een wens invullen. We doen altijd onze best om dat voor elkaar te krijgen. Een enkele keer lukt het niet. Of als zij vijf namen opschrijven, dan wordt het wel erg ingewikkeld. Nou, dat moet een geruststelling zijn, want het is een fijn idee om te weten dat je bij bekenden in de klas kan komen. Want die overstap naar het voortgezet onderwijs kan best spannend zijn. En Agnes, hoe zorgen we er op de brugklasafdeling nu voor dat de kinderen die uit groep 8 naar hun nieuwe school komen snel gewend zijn? Ja. We hebben kennismakingsdagen en dat betekent dat voor de zomervakantie je even komt kijken wie je coach en wie je klas is. En na de vakantie dan starten we met die kennismakingsdagen, zodat je weet, zo ziet mijn rooster eruit, hier moet ik zijn.
En daarbuiten hebben we een brugklasafdeling met een eigen schoolplein en een eigen plek waar je pauze kan houden. En dat haalt natuurlijk heel veel spanning weg. Ja, dat is die kleine school en de grote school waar Mark het zojuist over had. Oké, nou, we hebben Indy net al ontmoet. En Indy, jij bent na 4 jaar geleden ook gestart op de Ring van Putten als brugklasleerling. Kan je nog herinneren hoe jij het vond om naar een nieuwe school te gaan? Ja, zeker. Ik vond het zelf heel spannend, omdat ik niemand kende. En nu had je in plaats van 1 docent voor elk vak een andere docent. Maar uiteindelijk ben ik aan gewend geraakt en vind ik het een superleuke school. Nou, dat is goed om te horen. Nou, jammer dat je alweer bijna vanaf gaat, want je doet examen dit jaar. De coach hebben we net al gehoord, dat hij hier op de Ring van Putten is, Agnes. Wat is de rol van de coach in het schoolleven van een leerling? Nou, de coach is eigenlijk jouw vraagbaak. Dus als er iets is, dan kun je dat bespreken, 1-op-1 of met je ouders erbij. En daarnaast heb je begeleidingslessen met je hele klas. En daar kun je natuurlijk alles waar je tegenaan loopt, dat kun je kwijt in die begeleidingslessen. Ja, een van de dingen waar jullie het misschien ook wel over hebben, want ik hoor dat leerlingen daar nog wel eens moeite mee hebben, dat is het indelen van de tijd, plannen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je je huiswerk combineert met je sporten en met je afspraken thuis? Hoe bereiden we op de brugklasafdeling de leerlingen daarop voor? Ja, dat is inderdaad een heel groot item in de begeleidingslessen. En we hebben daar een hulpmiddel bij, want dit is de schoolagenda. Deze is van dit jaar. En daar staan alle uren in, zoals ze hier op school worden aangeboden. Ja. En dan kun je huiswerk en je toetsen inzetten. Maar ook wanneer je iets moet gaan doen. Zodat je niet overvallen kan worden door iets wat je de dag daarna moet doen. Oké, dat is goed om te horen dat leerlingen daarbij aan de hand genomen worden. En geleerd worden hoe ze hun tijd in moeten delen. Je noemde al de begeleidingslessen die er zijn. Dat zijn die uren die Mark net noemde die aan het begin van de dag gepland staan. Behalve plannen komen er denk ik nog meer onderdelen in aan de orde. Ja, ze werken daar met een methode en die heet Tumult. En daarmee leer je eigenlijk hoe je moet leren. Dus hoe pak je dat aan. Maar ook als er iets speelt in de klas. Of er is iets in de media of in de wereld gebeurd. Wat gewoon even in de klas besproken moet worden. Dan gebeurt dat ook in de begeleidingslessen. En is dat hele lange brugklasjaar voorbij. En dan moeten leerlingen naar klas 2 toe. Dan worden ze op niveau geplaatst, vertelde je net. Hoe gaat die plaatsing in zijn werk? Ja, nou, zoals ik al zei, in die mengklasse. Daar is ook een jaar lang in een mengvorm les gegeven. Hè? Dus een MAVO-HAVO-brugklas die krijgt dan les op MAVO-HAVO-niveau. Dan wordt er aan het eind van het jaar gekeken of zo'n leerling beter op zijn plek is in 2 MAVO of in 2 HAVO. En datzelfde gebeurt bij de andere HAVO-VWO-klas. Dat doen we natuurlijk op basis van de resultaten voornamelijk. Ja. Natuurlijk kijken we ook naar andere factoren, werkhouding enzovoort. Maar uiteindelijk de resultaten bepalen dan de plaatsing, omdat wij in de tweede geen mengklasse meer hebben. Oké, zo hebben we dus een jaar de tijd genomen om rustig te kijken waar een leerling het best op zijn plek is om daar in de tweede te kunnen plaatsen. Ja, oké, duidelijk. Ja. Goede begeleiding is om kinderen op de juiste plek te krijgen. Hard leren, hard studeren, maar daar hoort ook hard ontspannen bij. En daar is leerlingenvereniging K68 voor. En Indy is veelzijdig, want leerling K68 is zij actief. Indy, kun je ons vertellen wat K68 precies is en doet? K68 is de feestcommissie. Die helpt met het organiseren van de schoolfeesten. Onder andere het Halloweenfeest. Die heb je in de brugklas. Dat vond ik toch zelf een van de leukste feesten. Omdat je hecht met elkaar was. En natuurlijk vanwege het spookhuis en de vele spellen die je kon spelen met elkaar. Ja, de schoolfeesten van de Ring van Putten zijn inmiddels beroemd. En daarom is Ring TV en zijn de reporters van Ring TV ook daar langs geweest. En ze hebben daar de volgende reportage over gemaakt. De Ring van Putten staat bekend om zijn feesten. Echt sick, het is één groot discotheek. Kijk zelf maar.
hoorden net al het een en ander over Spaans. Dat is een van de keuzevakken die wij hier op school aanbieden. En daar gaan we het over hebben. Want we vinden het belangrijk dat leerlingen de vakken kunnen kiezen die passen bij hun ontwikkelingsbehoeften. Die ervoor zorgen dat ze klaar zijn voor die snel veranderende wereld waar we ze op voorbereiden. We gaan het hebben over talentlessen. We gaan het hebben over internationalisering en over de international stream. En dat doe ik met Marije Amsink. Zij is afdelingscoördinator van de brugklasafdeling. En met Maxime Hoogstad. Maxime is coördinator internationaliseringen op onze school. Fijn dat jullie er vandaag zijn. Welkom. Marije, die talentlessen. Ik begin even bij jou. Kun jij daar een paar voorbeelden van noemen? Jazeker. We hebben talentlessen eigenlijk op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op het creatieve vlak, keramiek, mode. Maar er zijn ook talentlessen waarbij je meer fysiek bezig bent, zoals shabam of boksering. Maar we bieden ook dingen aan zoals debatteren en filosofie. Oké, voor elk wat wils dus, vertel je. En wat is de reden waarom de Ring van Putten die talentlessen aanbiedt? Nou, wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun eigen talenten leren kennen en ook de mogelijkheid krijgen om ze verder te ontwikkelen. En bij verschillende talentlessen kun je natuurlijk goed erachter komen wat je sterke punten zijn. Waar ben je goed in? Waar ben je misschien iets minder goed in? Wat zou je nog verder willen ontwikkelen? En we vinden het belangrijk dat leerlingen wat te kiezen hebben. Elke leerling is anders. Interesses die verschillen. Dus wij proberen met een breed programma eigenlijk iedereen te bedienen. Ja, maar als je nou de verkeerde keuze hebt gemaakt, heb je voor een vak gekozen waar je eigenlijk een beetje spijt van hebt. Heb je het voor het hele jaar gekozen nee, dan? Nee, het is zo dat je bij de talentlessen je eigenlijk altijd voor een bepaalde periode inschrijft. En het is ongeveer 8 à 10 weken. En daarna kun je ermee stoppen en als je wilt iets anders kiezen. Oké, en dat is voor welke leerlingen bedoeld? Voor alle leerlingen, dus van brugklas tot en met 6 VWO. Echt elk leerjaar kan eraan deelnemen. Ja. Oké, dat is goed. En de tijd die het inneemt, moeten ze dat de leerlingen doen ze dat tijdens schooltijd of in hun eigen tijd? Ja, het valt eigenlijk altijd aan het einde van de dag eigenlijk de vrije keuzeruimte na je standaardvakken, noem ik het maar eventjes. Dus het valt wel binnen gewoon het rooster, maar in de vrije keuzeruimte zit het. Ja, dat zijn dus die flexibele plekken die we net in het rooster, dat Mark ons heeft laten zien, zitten. Oké, ja. Je geeft zelf ook een talentles. Ja, klopt. Spaans. Oké, dus dan weten we meteen van wie Jay het allemaal geleerd heeft. Je geeft Spaans. Dat is een vak dat deel uitmaakt van die international stream. Ja. Maxime, coördinator internationalisering. We zeiden het al, Spaans maakt deel uit van de international stream van de Ring van Putten. Wat is dat? Nou, de international stream is eigenlijk een aparte stroming ook binnen internationalisering, waarbij leerlingen een talentles kiezen voor een jaar. En waarbij ze bijvoorbeeld de Spaans kunnen kiezen of Engels als ze wat extra uitdaging willen. Of Global Perspectives. En Global Perspectives heeft met name te maken met wereldburgerschap, UNESCO-thema's. En zijn ook gelinkt aan uitwisselingen. En leerlingen die voor Engels kiezen, kunnen die dan bijvoorbeeld ook een extra examen afleggen om het af te ronden? Ja, ze krijgen in principe ook de Cambridge-lessen daarvoor. Dus als ze dat zouden willen, zou dat inderdaad een mogelijkheid zijn. Oké, dat is voor de talenknobbels onder ons dan. Je noemde net het woord internationalisering van het onderwijs. Wat is dat? We zitten hier dus in de omgeving Rotterdam en ook in de Botlek. Dus het is belangrijk dat de leerlingen eigenlijk het internationale perspectief aangeleerd krijgen. Waardoor ze dus eigenlijk overal kunnen werken en dus voorbereid zijn op een toekomst, op een steeds veranderende wereld. Ja, een wereldstudent worden dus als het ware. Nou, dat lijkt me een mooi initiatief om dat aan te houden. Uitwisselingen, dat is iets waar de Ring van Putten onbekend staat. We gaan vaak met de leerlingen op pad naar het buitenland. Uitwisselingen, kunnen alle leerlingen van alle afdelingen daaraan deelnemen? Jazeker, we doen het door middel van Erasmus Plus, dus het wordt ook gesubsidieerd. Is misschien wel leuk voor ouders om te weten dat het vrijwel gratis is. Maar in principe, iedereen kan zich ervoor opgeven. We hebben bepaalde projecten meer voor leeftijdsgroepen. Mm-hmm. Maar het maakt niet uit of je de MAVO, de HAVO of het VWO doet. Je kan je altijd opgeven en dan gaan wij kijken waar jij het beste bij past. Ja, en moet je altijd aan internationaliserings- of uitwisselingsprojecten mee doen als je international stream doet? Nee, dat hoeft niet. Het is geheel vrijwillig. Maar als je 2 vakken van de international stream volgt, dan krijg je wel een Europass en dan krijg je wel voorrang op de uitwisseling. Ah ja, het is natuurlijk een mooie gelegenheid om wat meer van de wereld te zien, kan ik me zo voorstellen. Absoluut. Het is een ervaring die nooit te vergeten is. Ja. En je had net over geld, laatste vraag aan jou. Altijd belangrijk. Die international stream, worden er extra kosten voor in rekening gebracht? Nee, deze vallen. Ja, het zijn gewoon gratis, vallen binnen ons onderwijs. Dat hoort bij het onderwijsaanbod. Ja. Goed. We hadden het net al over richt op de toekomst. Daar speelt computervaardigheid, ICT natuurlijk een belangrijke rol in. En de Ring van Putten biedt daarom ook programmeren aan als vak in de brugklasafdeling. Marije, programmeren, wat is dat voor soort vak?
Nou, programmeren bestaat uit het volgende. Eigenlijk, de leerlingen gaan de eerste aantal weken... worden ze een beetje wegwijs gemaakt in allerlei programma's waar ze mee moeten werken hier op school. SOM, Sermelo, roosterprogramma's. Programma's waar ze het huiswerk in terug kunnen vinden en cijfers. En als ze dat eenmaal onder de knie hebben, dan gaan ze echt van start met het vak programmeren. En bij programmeren leer je eigenlijk heel goed analytisch nadenken en ook probleemoplossend te denken. Dat zijn natuurlijk belangrijke vaardigheden in de wereld van nu. En de docent die gaat dan met praktische opdrachten aan de slag. Dus bijvoorbeeld het bouwen van een website of het ombouwen van een website. Het maken van een robot. Ja. Leerlingen zullen later in hun schoolcarrière en ook in hun baan te maken krijgen met het verwerken van data op computers. Dus het is belangrijk dat ze daar al snel kennis mee maken. Het is dus meer dan alleen met computers werken, zeg je. Het leert ze ook een zekere manier van denken of problemen aanpakken. Oké, goed. Nou, dat past dus heel goed bij klaar voor de toekomst en je voorbereiden op die veranderende wereld waar we het al hadden. Jullie kennen inmiddels de reporters van Ring TV en die hebben een tijdje geleden ook een kijkje genomen in een les programmeren in de brugklas. Op de Ring doen we aan programmeren. Dit hebben we één keer in de week. Zijn jullie ook benieuwd aan het doen zijn? Kom even kijken. Vandaag gaan we de sommenmachine uitleggen. De sommenmachine maakt steeds nieuwe sommetjes voor je broertje of zusje die nog aan het leren is. Ik was dus gebleven bij hoe vergelijken we nou die blokjes, of beter gezegd de variabelen. Dat doen we met dit blokje. Is het programma nu helemaal klaar? Wat moet er nog veranderen? Nou. Als de getallen gelijk zijn, dan gebeurt er niets. Ja. Laurie, laat eens zien. Wat heb je gedaan? Oké. Alle dingetjes netjes op volgorde. Ja, zo zou die moeten werken. Nee hoor. Hey, goed gedaan. Prima. Gaan we weer verder. Jullie weten wat een coach is, je weet wat de International Stream is. We hebben jullie verteld over talentlessen. Wil je ons gebouw nu al graag ontdekken, dan kan dat. Ga naar de website en dan kun je onze virtual tour doen. Dan kun je in alle hoeken en gaten van de school kijken. Je kunt de lokalen zien, je kunt meer informatie krijgen over de vakken. Er zijn filmpjes, er zijn demonstraties. Dat was het voor vandaag. Namens alle mensen van de Ring van Putten die je vandaag gezien hebt en alle mensen achter de schermen, heel hard. Hartelijk dank voor je belangstelling en voor je komst naar ons open huis. En heel graag tot ziens op de Ring van Putten.